We moesten er sinds de aankondiging door Asus bijna een jaar op wachten, maar nu is hier dan eindelijk de eerste 360 Hz gaming monitor en wij hebben hem getest. De 144 Hz gaming monitoren zijn tegenwoordig redelijk gemeengoed. We zien ook al wat 240 Hz schermen, zelfs hier en daar een 280 en Asus knalt er nu gewoon overheen met een gaming monitor met een verversingssnelheid van 360 Hz. En dat is voor mij een record, toch Visa? Ja, dat is de allereerste 360 Hz monitor die we kunnen reviewen, zoals je al zei. Ook de allereerste die natuurlijk te koop is. Ik heb hier in het overzicht alle 280 Hz en hoge schermen die wij in de PriceWatch hebben staan onder elkaar gezet. Kun je letterlijk op één hand tellen, we hebben er vier. Ja, absoluut. Drie daarvan ook van Asus en een vierde van Acer die binnenkort aankomt. Maar ja, inderdaad, allereerst 360 Hz monitor en 280, daar hebben we ook maar twee voorbeelden van op dit moment. Ik moet wel zeggen dat Dell heeft begin dit jaar, Asus had begin dit jaar natuurlijk deze aangekondigd. Dell heeft begin dit jaar ook een aankondiging gedaan voor een 360 Hz monitor, maar die hebben we nog niet binnen. Ja, het is een 24,5 inch paneel, natuurlijk Full HD, want op hoge resoluties gaat je dit nooit lukken om dit aan te sturen. En het is een RG Swift, het zit in die wat meer agressief uiterlijke versie voor de gamers. Ja, het is de meest luxe serie van Asus is het eigenlijk. Ik heb hem hier eventjes dus naast de eerdere TUF Gaming VG259QM gezet. Dat is het 280 Hz scherm dat we ook dus op de eerste slide hadden. Want dat is eigenlijk op dit moment bij Asus het scherm met de hoogste refresh rate die je kan krijgen. Ja. Klopt, ja. Maar ja, je ziet dus 280 versus 360. De ROG is een echt G-Sync scherm, dus je hebt een echte NVIDIA G-Sync scaling port. Terwijl de TUF Gaming, die heeft dat niet, dus die is G-Sync compatible. Beide schermen ondersteunen overigens ook FreeSync. Dus ook als je een AMD videokaart hebt, kun je dit scherm, ook de ROG Swift 360 Hz monitor, gewoon gebruiken. En voor de rest, ja, de eigenschappen zijn redelijk vergelijkbaar. Beide schermen hebben interessant een IPS-paneel aan boord. Dus... Ja, want de meeste mensen denken bij heel snel schakelende schermen aan TN. Ja, klopt. Dus dat maakt het eigenlijk nog wel knapper dat ze 360 Hz uit een IPS-paneel weten te persen. Absoluut. Beide schermen hebben ook display HDR 400 hebben ze aan boord. Ja, voor wat het waard is, want het is natuurlijk niet de HDR-standaard die je misschien echt wil hebben. Als je, daar komen als we ook zo meteen nog bij de metingen, denk ja, ik. Ja, ja. En wel interessant, omdat hij dus die officiële scaler heeft, gaat hij ook echt helemaal terug naar laag refresh rate. Dus op zich, mocht je nou op die Full HD niet tot de 48 Hz komen, tot de 48 FPS, dan is dat geen probleem met zo'n officiële G-Sync scaler, die kan ook lager. Ja, ja, klopt. Ja, dan moet ik wel zeggen, kijk, bij dit scherm zou je dan toch kunnen afvragen of je niet even een nieuwe videokaart moet kopen, want dat is natuurlijk wel echt 360 Hz, dat is de spec waarvoor je de ding koopt en niks anders. En dat zie je ook wel terug aan de prijsstelling. Hè. Ja, dit exemplaar kost €720 en dat is nou ongeveer dubbel zoveel zelfs als die eerdere 280 Hz monitor van Asus, die natuurlijk ook voor een Full HD monitor natuurlijk redelijk aan de prijs is, als je eventjes die ultra hoge refresh rate wegdenkt. Ja, dus hij moet wel ook echt presteren. Nou, daar komen we zo meteen op. We zeiden al, het is een RG Swift, dus het is wat agressief gestyled. Ja. Dat zien we ook aan de achterkant. Ja, maar... duidelijk agressiever ook dus dan die TUF Gaming, die ja, eigenlijk een beetje, TUF Gaming is de middenklasse serie van Asus, zou je kunnen zeggen. Dus bij ROG, dat trekt Asus altijd alle registers open. Ja, je ziet het hier, de achterkant, hele uitgebreide vormgeving. Misschien niet iedereen zal het mooi vinden, maar je kunt niet Ik zat meteen afvragen, wanneer heb ik voor de laatste keer naar de achterkant van een monitor gekeken? Maar mocht je e-sporten, als het weer kan, naar LAN-parties gaan, dan kijken mensen wel naar de achterkant van je scherm. Ja, ja, je kunt niet zeggen dat Asus hier niet zijn best op heeft gedaan. In ieder geval als je kijkt naar de vormgeving met ook RGB natuurlijk geïntegreerd. Even praktisch, kijken we nog even naar de aansluitingen. Dan is te zien dat zoals gebruikelijk voor een officiële G-Sync monitor, wel redelijk beperkt is. Daar hou ik niet over. Nee, ja, twee aansluitingen, HDMI en DisplayPort. Wel prettig is dat die DisplayPort een DisplayPort 1.4 aansluiting is. Waar sommige eerdere G-Sync schermen, die hadden nog een DisplayPort 1.2 aan boord. Dan had je dus te maken met chroma subsampling op hoge resoluties en refresh rates. Ja, dus je kan gewoon de volledige kleur- en resolutieinformatie doorgeven. Want je moet sowieso DisplayPort gebruiken om deze verversingssnelheid te halen. Want bij HDMI kom je niet zo ver. Ja, en nou, dat werkt dus ook gewoon. Je hebt niet te maken met die kleurbeperkingen. Ja, nou, het is een 360 Hz scherm, zoals je zei. Oftewel, dat scherm moet enorm snel schakelen. Je wil... hoeveel milliseconden willen we een nieuw beeldje zien dan? Nou, 2,8 dus. Ja, dus dat is echt ongelooflijk snel. Dus eventjes, hè, mensen kennen wel misschien 60 hertz. Dat voor console gaming is dat een mooie grens. Dus dan zit je eigenlijk op 16,6 milliseconden. Ja, ja. Voor dat de tijd is om een nieuw beeldje weer te geven. En dan brengen we helemaal terug naar 2,8. Ja, dus de eisen aan dit paneel die ook worden gesteld, die zijn wel echt enorm. Nou ja, voor mij is dat ook het belangrijkste, want daar hebben we heel veel aan gemeten.
Loop ons er even doorheen. Nou, we hebben op dit scherm natuurlijk, net als op de eerdere 240 Hz scherm die we dit jaar ook hebben doorgemeten, hebben we onze uitgebreide responstijdentest gedaan met 20 transities. Resultaten daarvan zie je rechts, in vergelijking dus met de andere 240 Hz schermen en de Asus TUF Gaming VG279QM. Dus dat is het 27 inch model van de 259 die we net lieten zien. Die draait dus op 280 Hz. Wat je dus ziet in die grafiek is dat de Asus ROG Swift ook daadwerkelijk een van de snelste schermen is, gelukkig, in het hele overzicht. Nou, rechts zien we dus die gemiddelde responstijd. Die had het erover, elke 2,8 milliseconden bij 360 Hz wil je een nieuw beeld hebben. Gemiddeld redt hij dat, maar er zitten wel een paar uitschietjes bij dat hij toch er een beetje achter de feiten aanloopt. Ja, klopt. En het zijn, zoals je ziet in het diagram aan de linkerkant, eigenlijk vooral de transities van 0 naar 100. Dus juist die transities waar overdrive het verschil niet kan maken. Wat dus puur gaat om de transitiesnelheid van het paneel. En die is dus gewoon eigenlijk net niet voldoende om 360 hertz Met die combinatie IPS en 360 hertz zijn ze dus echt die grens aan het opzoeken van wat maximaal haalbaar is qua techniek. Ja, en laat ook wel duidelijk zijn, hè, dit is echt wel een snel paneel. Helemaal dus als je bedenkt dat het een IPS paneel is. Ja, nou, dit is voor de liefhebber helemaal smullen. En misschien vragen mensen af, ja, wat merk je daar dan van? Wat zie je daar dan van? Dus voor mij hebben we ook op een wat visuele manier dat laten getest en kunnen dat laten zien. Ja, in de bekende UFO-test van Blurbusters hebben we natuurlijk ook al een paar keer eerder uitgevoerd op high refresh monitoren. Hier zie je eigenlijk heel mooi in de praktijk wat dat oplevert. Op 240 Hz ziet de UFO er als geheel vager uit. Op 360 Hz scherper, omdat je dan dus meer beeldjes per seconde hebt. Tegelijkertijd zie je op 360 Hz dat je wat meer, en vooral in bovenste UFO, dat je wat meer een trail krijgt achter de bewegende UFO's. Dus met andere woorden, dat de transities gewoon niet snel genoeg meer zijn om die beweging bij te brengen. Ja, een soort ghosting. Je ziet nog een na-effect van het vorige beeldje, omdat hij het niet snel genoeg kan verversen. Nou, heb jij kun je dit soort dingen dromen, maar mensen die het vaak hebben gezien, het is ook niet enorm slecht. Ik heb veel slechtere ghosting en trailing gezien dan dit. Absoluut, ja. Zoals ik net al zei, dit is absoluut een snel paneel. Het is alleen dus dat de eisen nu voor 360 Hz natuurlijk zo enorm hoog zijn dat je op een gegeven moment wel tegen een grens gaat aanlopen. Maar ik denk toch niet dat Asus hier echt de grens is overgegaan, om dat zo te zeggen. Dat het dus echt het gewoon eigenlijk echt niet haalt qua responstijden. Toen we net even naar die specificaties keken, er zit ook een functie op. Ja, ik ken het van meer van de tv-kant als black frame insertion, waarbij je het backlight laat knipperen. Om het beeld scherper te laten lijken. Klopt, ja. UMB noemt Asus het. Ja, en dat lijkt me ook, als je nou echt, daar is dit scherm natuurlijk ook voor bedoeld, echt als je bijna professioneel e-sporter bent en je wilt aller scherpste beeld, dan kun je dat inschakelen. En dat maakt ook echt wel duidelijk verschil. Ja, dan moet ik wel zeggen, bij dit scherm werkt UMB dus enkel op 144 en op 240 hertz. Dus niet op 360 hertz. Dat is toch wel een redelijke beperking van die functie. Daarnaast ook die TUF Gaming die we net hebben gezien. Daarbij werkt die ULMB-functie ook als je de FreeSync of G-Sync ingeschakeld laat. En dat geldt voor deze monitor ook niet. Dus hij werkt alleen op twee vaste verversingsfrequenties. Nu, kijken we dan naar het resultaat op 240 hertz. Dan is wel te zien dat het beeld duidelijk scherper oogt. Maar de synchronisatie van het paneel en de backlight is net niet helemaal perfect. Dat zie je dus aan het feit dat er een soort dubbel UFO'tje in beeld lijkt te staan, als het ware. Maar je ziet duidelijk wat zo'n functie brengt. Het bewegend beeld wordt er echt daadwerkelijk scherper door. En nogmaals, als je tot de laatste procent wil gaan van performance en reactievermogen, dan zou dit je kunnen helpen. Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk ook gekeken naar hoe het scherm afgesteld staat. Misschien bij gaming monitor iets minder belangrijk of alle kleuren precies kloppen, maar we hebben er wel naar gekeken. Uiteraard. Ziet er niet slecht uit. Nee, klopt. Ja, sowieso. Het is toch een IPS-paneel, wat toch ook qua kijkhoeken natuurlijk in ieder geval een stuk beter uit de verf komt dan een TN-paneel. Wat je natuurlijk vaak genoeg nog in hele snelle gaming monitoren terugziet. Maar ook als we kijken dus naar helderheid, contrast en kleurafstelling. Het is gewoon prima beeld eigenlijk, zonder er echt uit te springen. Ik bedoel, hoge maximale helderheid, contrast van 1000 staat tot 1, volstrekt normaal. Kleurafstelling, prima. Delta E is rond de 3, dus goed. Beeldbewerkers moeten misschien verder kijken, maar voor algemeen gebruik is het gewoon prima. Ja, daar gaan mensen niet overvallen. En hij ondersteunt HDR. Ja. Wel, HDR 400, het is niet de meest spraakmakende modus die we kennen. Nee, absoluut niet. Hoewel, Asus heeft de grijsafstelling in HDR echt best wel goed voor elkaar. Dat zie je dus aan de hele lage delta E's hier in de grayscale tracking aan de linkerkant. Kijken we naar de helderheid, peak luminance, die is ongeveer 400 nits. Dat houdt niet echt over. En kijk je dan naar het kleurbereik, dat zie je rechtsonder. Dat is ongeveer sRGB en niet DCP3, wat je eigenlijk zou willen.
Voor goede HDR. Dus je ziet ook dat de kleurenverrijking voor de primaire kleuren, dat die gewoon enorm hoog oploopt, omdat hij dat gewoon niet haalt. Ja, dus koop deze monitor niet voor de HDR's. Dat is een de... Nee, ja, voor de 360 Hz. Daarvoor moet je dit ding kopen. Ja, dat is eigenlijk de samenvatting waar we ook naartoe gaan. Want ze geven hem ook een Innovation Award. Ja, klopt. Ja, de combinatie IPS 360 Hz is natuurlijk echt innovatief. En sowieso, Asus is de eerste die met een paneel op de markt komt met deze hoge refresh rate. Ja, dan heb ik wel de hele video terwijl we praten nog een vraag die op het puntje van mijn tong ligt. Ik heb zelf thuis, een scherm dat tot 75 Hz gaat. We hebben natuurlijk al 240, 144. Wat merk je nou nog tussen die 240 en die stap naar 360? Voor wie is dat? Nou, dat is echt voor de professionele e-sport. En ik bedoel, ja, jij en ik zijn misschien niet, maar er is echt wel een categorie mensen die hier baat bij kan hebben. Als je dagelijks CSGO speelt of een spel in die categorie. Als je jong bent, je hebt goede ogen, je hebt hele scherpe reflexen, dan kan dit misschien net dat laatste kleine beetje meegeven. Ja, precies. Aan de andere kant, ja, kijk je dan naar het grote verschil in prijs ook met die Asus TUF Gaming die we aan het begin hadden. Hè? 280 Hz, dat is ook echt niet niks. Ja, dan denk ik dat de meeste mensen eigenlijk gewoon perfect afscheiden met dat scherm. Ja, maar wel heel tof dat Asus zo de grens probeert te verleggen. Absoluut. Okay, dankjewel. Tot zover deze review van de allereerste 360 Hz gaming monitor. Vond je dit een leuke video? Geef hem dan een duimpje omhoog. En wil je een seintje krijgen als we weer nieuwe video's uploaden? Abonneer je dan op ons kanaal. Tot de volgende keer.